Het kostte bloed, zweet en tranen, maar de jager in Giessen is heropend. Dit wordt een plek waar het warm is, waar de koffie altijd klaar staat. De deur wagenwijd open en waar wij het echt met elkaar willen doen. En met elkaar, Janine, zijn dat jullie twee of zijn hier nog veel meer mensen bij betrokken? Oh, er zijn zoveel meer mensen bij betrokken. Wij zijn hier samen zeg maar, de drijvende kracht achter. En verder zijn er zoveel vrijwilligers betrokken. En die helpen allemaal mee om het hier fantastisch te maken. Ja, want iedereen die hier een taak heeft, die werkt vrijwillig. Ja, absoluut. Ja, allemaal vrijwillig. Ja, ja. Hebben jullie er zin in? Oh, zoveel. De plannen zijn dat wij hier heel veel mensen om de tafel krijgen. Dat wij heel vaak samen gaan eten met mensen. Wij weten dat er veel mensen zijn die vaak alleen eten. En dat is niet tof, dus wij eten hier graag samen. Maar zoals je gezien hebt, gaat er buiten ook het een en ander gebeuren. We gaan hier het groene hart creëren. Het hart waar allerlei vruchten gaan groeien. Die we samen gaan zaaien, die we samen gaan oogsten. En die we in onze keuken gaan verwerken. Nu kennen heel veel mensen de jager natuurlijk vooral als de sporthal. Horen die activiteiten ook bij wat jullie gaan doen? Jazeker, de sporthal wordt nog steeds echt volledig gebruikt. Door de scholen, door verschillende sportverenigingen. En ja, het mooie daarvan is dat dat ook gewoon samen kan. En dat maakt het gewoon, gewoon zo mooi hier. Apentrots op Janine en op Nicolette. En op het lef wat onze welzijnsinstelling Trema heeft laten zien. En natuurlijk al die geweldige vrijwilligers. Is dit een voorbeeldproject voor de gemeente Altena, hoe het moet? Ja, ik denk het wel. Hier zie je de samenwerking met een partij die voor ons het welzijnswerk doet. Dus in dit geval Trema. Bevlogen mensen, die heb je nodig. En dan die de vrijwilligers aan zich weten te binden. En dan kunnen wij als gemeente ook ons steentje bijdragen. In dit geval door de subsidieën te leveren. Maar je ziet ook wat heel erg leuk is. Ik zag net meneer Van Bochelen die al jaren bezig is met de Jeu de Boelbaan om die te realiseren. Nou, die komt hier tot stand. Dus dat is geweldig. Ook iemand die gewoon aanhoudt. En ik sprak net iemand van de biljartvereniging die zoek een plekje, dus je moet dingen ook slim combineren. Voortaan kun je hier terecht voor een lekker bakje koffie of een gezellig praatje. Op de open dag was er van alles te doen, voor jong en oud. Ook presenteerden verenigingen die gebruik maken van de jager zich op de doedag.